In dichte stromen en op verschillende manieren is de stadsmens tijdens de Pinksterdagen naar buiten getrokken. Om even uit te blazen. En om in de natuur nieuwe krachten op te doen, zoals dat heet. Weliswaar woeier een stevige wind, maar op beschutte plaatsen zorgde de zon voor een aangename temperatuur. Ieder genoot op zijn eigen wijze van de natuur. Al waren er ook die de natuur geweld aandeden. Nederland heeft de reputatie een zindelijk land te zijn. Op papier tenminste. Bezorgd als ze is voor het behoud van ons toch al zo schaarse natuurschoon, heeft de overheid op vele plaatsen papierbakken geplaatst. Ze had het net zo goed kunnen vergeten. Wij hebben na de Pinksterdagen hier en daar eens rondgekeken. Als dit de dank is voor het aangenaam verpozen, hoe zal het dan straks in de vakanties zijn met de schillen en de dozen?